mij ben ik aan het filmen. Rooi, kan ik meteen filmen? Meteen filmen. Hoe is je project? Lachen dit man. Kijk. Ah, is dat een mooi gezicht. Oh, je hebt wel licht genoeg. Ja, tuurlijk. Prachtig dit, zeg. Hey, en dat zoomen werkt het dan ook als je nu af hebt? Ja. Jezus. Kijk of je lampjes erop kunt krijgen. Ik kan de patroon niet uit beeld halen. Jezus. Onvolprezen zal water. Ja, het is wel 7 uur ochtend, 7,5 november. Ah, heel makkelijk. Jezus, Mina, vast met beelden dit, joh. Van naam de heren liever niet ijdel gebruiken. Nooit. Van de gloopachtige tevredenheid op Salvator. Ziet ze? Gaaf. In de categorie Rockhard bieden wij u Sietse Kerpstra. Op zijn open longboot. Ik zal u een geheimtje vertellen, ik trok hem dus gisteravond om 9 uur al op zak aan. Yes. Moet er iets gebeuren met de zwaarden? Zal ik me eens even aan het ontbijt gaan wijden? Nou, laat het eerst even naar buiten steken. Oké. En waar is Albert? Oh, ik denk het kwijt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is het roedel nog compleet? Nou, dit is toch marketingmateriaal, dit wat ik hier op het beeldscherm zie gebeuren. Marketing, alsjeblieft, ik ben op vakantie. Je weet gewoon niet wat het woord betekent, man. Wat maak je druk over? Oh ja. Jezus, als je nou ooit een boot verkocht wil krijgen, dan is dit de manier. Op water? Ja, gaaf. Maar ik heb er nog ineens dat lampje bovenop in beeld. Ik zal even uitzoomen. Plot. Nu zoomen wij even in op de bone between the teeth. Kijk dat ze even door de golven heen denderen. Ik hoorde die zelfs aankomen. Nee. Ja, 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 ja. Kun je dan wat harder gaan varen alsjeblieft? Dat betekent dat ze allemaal het inhalen is. Je moet je even de schoot wat laten vieren. Nou, ik kijk liever eerst even naar de branding om me heen. Mijn god. Oh, branding. Waar is die branding? Nou, ik voel toch wel een beetje bevoorrecht, mensen. Wij zeiden het eigenlijk allemaal fris gewassen en geschoren en ze hebben het ontbijt al gekiezen. Twijfel ik niet aan. Ah, Sietse houdt goed bij, hè? Maar als je zo ver inzoomt, dan is het niet handig om te filmen, hè? Nee, dan moet je wel een hele goede steadycam hebben. Nou, ik zie echt de boeien van het... Nou, hier is het grote niets. Hoe zei Hans Visser, die ging een boek schrijven of zo, hoor. Wie? Hans, de opstapper bij Salvator, die zei daar iets over. Die ging een film maken. Hij ging een stuk tikken. Hij ging een film maken. Was het een film? Ja, iets met grijs, verschillende grijstinten. Ja. Iets over grijstinten. Daar heb ik helemaal niks van.
dacht, ik krijg die stroomwater hier. Je kunt nooit, nooit filmen, hè? Nee. Kijk, daar is de natuurbeschermingsboei. Je kunt wel zien dat wij daar ver van weg blijven. We willen natuurlijk niks verstoren. Zulke jongens zijn wij namelijk niet. 40.000 zeehonden in de Waddenzee op het moment, hè? Nog geen één gezien. Wel. Wel? Het is een hele rare plek. En die in de haven die sardientjes wilden? Ja. Heel gek. Ja. Wat doet zo'n beest daar? Was dat aan de binnenkant? De enige zoetwaterop van Nederland. Hoeveel kan er eigenlijk op dit filmapparaat? Je kan een uur of drie filmen. Oh, dan gaan we even door. Nou, dat vind ik ook wel interessant blijven. Nou, maar ga je het gewoon wel editen? Nee. Michel, ik heb vast een nieuwe afspraak dat jij nou ook editor wordt. Nee. Nou, ik vind het sulfaat leuker als hij hier zo rechts achter ons vaart. Goed. Ik ga even stoppen.